Waarom heb je voor dat vak gekozen? Ik denk straks als het begint, dan word ik wel een beetje zenuwachtig als iedereen daar echt in die zaal zit. Ze kunnen bij ons uithuilen op onze schouder. Ja, het is gewoon een beetje zwammen. Je kon er niet echt heel veel voor leren of zo. We zijn op het Van Lodestein College in Amersfoort. En ik loop hier in een van de gymzalen van dit schoolcomplex. Vandaag staat het examen Beeldende Vorming centraal. En in deze gymzaal kun je precies zien waar dat praktijkgedeelte over gaat. In de zaal hiernaast is het muisstil, want daar werken HAVO-leerlingen op dit moment aan het theoriegedeelte van het vak Beeldende Vorming. Nou, je krijgt allemaal afbeeldingen en daar moet je dan vragen over maken. Dus dan moet je kenmerken noemen van die afbeeldingen, vormgeving, voorstelling. Je krijgt vragen over kunstwerken, moet je gewoon dingen over beantwoorden. Ja. Over hoe het eruit ziet, wat de bedoeling van de kunstenaar is. Kunstgeschiedenis moet je gewoon heel veel, niet echt leren, maar gewoon een beetje verzinnen. We moeten vandaag één boek inleveren, Kunst en Toon. En daar stond eigenlijk alle stromingen zeg maar, in die je moest leren. Het is op de dag van het examen meteen ook het boek weg. Wel lekker gevoel, denk ik. Ja, op zich wel. Daar hoef je nooit meer naar te kijken, ja. Hey, is dat nou een opluchting, lekker het boekje ingeleverd? Ja, ik ben nu klaar. Ben je er ook klaar mee? Ja, zeker. Wat zijn jullie aan het doen? Nog even aan het herhalen voor het examen. En zit het er een beetje in? Ik hoop het, ja. Hebben jullie lekker geslapen vannacht? Ja, op zich wel. Ik werd alleen wakker van het onweer. En jij? Ja, op zich wel. Het is best wel belangrijk dat je goed uitrust. En goede concentratie hebt ook en zo. Dus ik ga altijd vroeg naar bed. Dus. Ben je nou zenuwachtig naar school gekomen? Nou, niet echt. Ik denk straks als het begint, dan word ik wel een beetje zenuwachtig als iedereen daar echt in die zaal zit. Zenuwachtig? Nee, valt wel mee. Ik sta er goed voor, dus dat komt wel goed. Helemaal klaar voor? Ja, helemaal. Waarom heb je voor dat vak gekozen? Ik wou de ontwerpkant op, dus is tekenen toch wel leuk. Vak voor in je vrije deel. Met beeldende vorming maak je dus echt werkstukken en zo. En dat vond ik echt heel leuk eraan. Om een beetje je creativiteit in los te laten. Ja, en deze theorie, dat hoort er gewoon bij. Dus dat zou wel moeten, zeg maar. En het examen is niet alleen kennis, maar het is ook echt het beschouwen van de kunst, het bekijken van de kunst. Kun je dat nou leren of moet het in je zitten? Een groot deel moet je leren. Ik zag het aan dit examen ook. Een deel moet je toch leren, want dat is de kennis van de kunsthistorie, zou ik maar zeggen. Hey, eerste reactie? Ja, ging goed. Het was wel heel lang, maar het waren er 37 vragen of zo en dan allemaal dat je 4, 5 elementen moest noemen, dus dat was wel veel. Ja, het is gewoon een beetje zwammen. Je kon er niet echt heel veel voor leren of zo. Je moest veel dingen van plaatjes benoemen en dat was op zich wel lastig, want vaak moet je dan 3 dingen benoemen en dan zie ik er vaak maar 1 of 2 en dan is het wel eventjes lastig, ja. Hij was wel te doen. Je was een beetje zenuwachtig, viel het mee of tegen? Het viel echt heel erg mee. Goed gokken en goed proberen je best, mensen gewoon goede antwoorden proberen te geven en dan hopen dat het goed is. Opgelucht? Toch wel, maar ook wel begint nu de spanning natuurlijk van hoe is het gedaan en hoe is het gemaakt. Ja. Ik hoop dat ik nog op een voldoende uitkom, maar ik zou het niet snel weten. Wat zijn jullie taken nu? Voorbereidingen voor het volgende examen voor vanmiddag. Zijn jullie ook een beetje vaderfiguur? Daar komt het wel een beetje op neer, ja. Ze kunnen bij ons uithuilen op onze schouder. Ik vind dat we wel een sfeertje hebben. Ja hoor, examens. Vrijdag alweer de laatste examenvideo van Punt Uit. Dan aandacht voor de Jacobus Fratier in Apeldoorn.